Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Welkom vanuit Hengelo, waar Excelsior 31 vanavond aan de bak moet tegen Tubantia om de volgende ronde van de districtsbeker te bereiken. Als we kijken naar de opstelling ten opzichte van afgelopen zaterdag, is er geen plek in de basis voor Cem Keuze en Dylan Voskuler. Zij worden vervangen door Simon Bijsoy en Juriaan Seppenwolde. Excelsior 31 heeft genoeg aan een gelijkspel om door te bekeren. Of dat lukt, ziet u in de volgende samenvatting. Dat is
bijna het begin. Excelsior 31 bereikt de volgende ronde door een 2-4 overwinning. Hoe kijken Rob Snijders en Hakim Esafzafi terug op deze wedstrijd? We hebben het voor ons vandaag weer moeilijk gemaakt, denk ik, onszelf. Op het begin kom je vroeg achter. Ja, dan loop je al meteen een beetje tegen de feiten aan natuurlijk. Nou ja, goed. En daarna, ja, die jongen die schiet hem ook wel fantastisch binnen. Ja, zo schiet hij hem nooit meer binnen. En ja, de 2-0 viel ook al vrij vlot eigenlijk. En ja, nou, die schiet hem ook gewoon goed binnen. En gelukkig komen wij dan vlak voor rust maken wij de aansluitingstreffer. Dat was wel lekker om dan in ieder geval met een goed gevoel nog de kleedkamer in te gaan. Ja, in de tweede helft, we hebben er in de rust gewoon op gehamerd dat we wat minder risico's moeten gaan nemen. En wel ons eigen spel gewoon blijven spelen. En uiteindelijk loont dat zich wel in de tweede helft. Er zijn heel veel goede dingen geweest vanavond, moet ik zeggen. Ik heb in vergelijking met afgelopen zaterdag heel veel goede dingen gezien. Maar ook toch weer een paar mindere dingen wat ons dan achtervolgt. We komen met 2-0 achter door twee fouten die we eigenlijk niet mogen maken achterin. Proberen op te bouwen op het moment, of te combineren op het moment dat het eigenlijk helemaal niet kan. En ja, dat levert door direct twee voor hun fantastische doelpunten op. Dat is wel zo. Maar goed, dan dat is mentaal heel zwak. Je hebt heel veel moeite om er dan mentaal overheen te komen. Dat wil ik zeggen. En ja, dat kost gewoon heel veel energie. En dat hebben we vandaag op kunnen brengen. Dat is heel erg goed. Je komt toch terug van een 2-0 achterstand. Gelukkig mooi vlak voor rust 2-1. Ja, en daarna in de tweede helft dan je er natuurlijk overheen. En heb je veel kansen en zo. Dus dat was een spel een heel stuk beter. Maar goed, het is niet elke week op te brengen om die foto die we dan maken uit te poetsen. Nou, dat is wel moeilijk. Ja, de competitie komt eraan. Wij moeten gewoon de vertrouwen in elkaar hebben. Goede tweede helft gespeeld. Op de tweede helft voorbeduren in de competitie. En daarmee doorgaan. En nog eventjes de puntjes op de i zetten, denk ik. Donderdag op de training. En iedereen weet denk ik wel waar die staat. En iedereen kent zijn kwaliteiten. En weet de kwaliteit van zijn medespelers. En die moeten we allemaal in de wedstrijd zo goed mogelijk benutten. En zo goed mogelijk eruit laten komen. En we hopen dat dat zaterdag gaat gebeuren natuurlijk. Drie hele goede aanvallers, toch 4-4-2. Ja, nou, ja, dat klopt. Heeft natuurlijk ook te maken met de gewenning, maar ook het verdedigende gedeelte. Je probeert je verdediging wat te ontlasten door daar wat middenvelders extra in te brengen. En het grote voordeel daarvan is weer dat we heel ietsjes inzakken. En ja, dan komen onze aanvallers natuurlijk nog beter. Kunnen ze nog beter laten gelden. Dus ja, nee, het is op zich geen slechte keuze om 4-4-2 te spelen. Ja, we hebben het vorig seizoen, zoals ik zeg, hebben wij op die manier ook gespeeld. En dat ging volgens mij hartstikke goed. En ja, wij moeten dat, vind ik zelf persoonlijk, niet helemaal om gaan gooien. En dat heeft de trainer ook goed gedaan vandaag. Die heeft ons gewoon weer lekker op de oude manier laten spelen. En hij merkte denk ik zelf ook wel. En het team voelt zich daar ook wel prettig bij. Ja, nou goed. En dan zie je gewoon op een gegeven moment in de tweede helft dat eruit komt. Tot zover deze uitzending van Excelsior 31 TV. Vrijdag zijn we bij u terug met het Weekjournaal. Heel graag tot dan. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reizen.